Hans, mag ik voor je bidden? Dankjewel, Hans, dat je hier gekomen bent. Dat je voorbereid hebt. En nu mag je je gewoon met je voorbereidingen toch overgeven. Leiding van Gods geest. De geest van Jezus. De levende Heer. Amen. Amen. Dankjewel, Jaap. Goedemorgen, Zutphen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik dacht dat ze in het oosten altijd zo hartelijk waren. Nog een poging. Goedemorgen, Zutphen. Ah, kijk, dit lijkt er weer meer op. Fantastisch. Hey, het is goed om vanmorgen weer in jullie midden te mogen zijn, te kunnen zijn. Gaat het goed? Er is in ieder geval één iemand bij wie het heel goed gaat. Fantastisch. Meer mensen die zeggen, het gaat goed. Dat is lang niet iedereen. Dat is ook niet zo heel raar, hoor. Dat geeft ook helemaal niet. Het is altijd goed om soms even een momentje te nemen. Om even op een moment als dit even tot rust te komen. Om even stil te staan. Om even naar jezelf te kijken van, hey, waar sta ik op dit moment eigenlijk in mijn leven? Hoe gaat het met me? Hoe zien mijn omstandigheden op dit moment eruit? Wat speelt er in mijn leven? Wat speelt er een grote rol op dit moment? Want dat bepaalt voor een groot gedeelte ook hoe je hier vanmorgen zit. Hoe je luistert. Misschien ook wel hoe je in je geloof zit. Hoe je relatie met God is. Welk vertrouwen je hebt in de toekomst die voor je ligt. Ik wil het vanmorgen met jullie gaan hebben over Mozes. En dan ben ik wel even benieuwd. Nee, wacht even. Ik sla even een stapje over. Ik ga het even anders doen. Ik begin even met... Jullie hebben natuurlijk de live chat voor de mensen die thuis zitten, waarin je mag reageren. Jaap heeft net een telefoonnummer gegeven, waarin je van alles kan doorgeven, gebedspunten kan doorgeven. Maar ook ik ben graag met jullie in contact. En ik doe verwoede pogingen om de PowerPoint aan te krijgen. Maar ik weet niet of ik iets verkeerd doe. Ah, oké, super, dank jullie wel. Dit is mijn telefoonnummer. En voor de mensen die het niet nog in het telefoon hebben staan van een van de laatste keren dat ik jullie dit nummer heb gegeven, wil ik je vragen om deze toch even toe te voegen. Ook als je vanmorgen in de kerk zit. Pak even je mobiel erbij en sla dit nummer even op in je telefoon. Want ook ik hoor graag af en toe even een paar dingen van jullie. En dat geldt voor de mensen die thuis zitten mee te kijken via de livestream, hoeveel dat er ook zijn, geen idee. Maar ook als je hier in de kerk zit. Ik wil af en toe graag even een paar dingen van je weten. Dus sla dit nummer even op in je telefoon als je wilt. En op die manier kunnen we ook even in contact blijven. En ik wil vanmorgen eens beginnen met de vraag van, hey, ik vertelde net al even van, oké, we gaan het hebben over Mozes, het leven van Mozes. En als ik nu aan u, aan jullie vraag hier in de kerk vanmorgen, en voor de mensen die thuis zitten mee te kijken. Als je denkt aan Mozes, en je denkt aan het verhaal van Mozes, en wie van jullie zegt dan van, hey, in het verhaal van Mozes, in dat leven van Mozes, daar herken ik mijzelf volledig in. Wie is dat? Oké. Er zijn niet heel veel mensen die zichzelf dus associëren met het leven van Mozes, begrijp ik. Een klein beetje. Het is wel boeiend. Want toch hebben we in dat verhaal van Mozes ontzettend veel waar we iets mee kunnen. In het leven van elke dag. En als je dan kijkt, nou ja, dat verhaal van Mozes, dat kennen we denk ik, althans de meesten van ons zullen dat wel kennen. En als je dan denkt aan het verhaal van Mozes, wat komt er dan als eerste in je op? Noem eens wat. Ho, 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 ho. 10 geboden hoor ik daar. Jij zei? Gods trouw, oké.
verlegenheid. Nog meer? Zijn gezicht straalde. Brandende braamstruik. Hij mocht niet het land in, het beloofde land kon hij niet in. Vriend van God. Zeker. Hij nam te veel op zich. Oké. Okay. Mooi. Oké, okay, dat zijn een heleboel verschillende ideeën, gedachten, die alleen al het horen van de naam van Mozes blijkbaar losmaakt. En Mozes, als je kijkt naar zijn leven, dan kun je dat een beetje grofweg indelen in drie fasen. En de eerste fase, nou ja, we kennen misschien de film The Prince of Egypt, die gemaakt is over het leven van Mozes. Wie heeft die film al eens gezien? Oké. Okay. En nou ja, daarin was hij natuurlijk aan het hof van de farao. Het leven van een prins. Fantastisch. Duurde ongeveer 40 jaar. Toen moest hij vluchten. Kwam hij in de woestijn terecht. Werd hij schaapsherder. Ook ongeveer zo'n periode. En daarna leidde hij het volk Israël uit Egypte. En dat is ook nog eens een keer zo'n periode geweest. Dus dat leven van Mozes kende ongeveer drie fasen. Prins van Egypte, schaapsherder en leider van het volk Israël. En Mozes die werd natuurlijk geboren in een roerige tijd. Honderden jaren nadat Jozef in Egypte heel bekend was geweest. En in die tijd moesten eigenlijk alle eerstgeboren of alle geboren jongetjes van de Israëlieten moesten gedood worden. De vroedvrouwen werd de opdracht gegeven om die kinderen te doden. Maar de moeder van Mozes, we kennen het verhaal van het biezenmandje waarschijnlijk, die legde Mozes in het biezenmandje, zijn zus ging mee, Miriam. En dat mandje werd in de Nijl, in de rivier gezet. Waarschijnlijk, denk ik dan, heeft die moeder geweten wanneer die dochter van farao daar ging baden. En is dat met voorbedachte raden geweest. En het mandje wordt op die rivier gezet en de dochter van farao vindt Mozes. En uiteindelijk mag zijn eigen moeder hem voeden en opvoeden ook. Maar uiteindelijk komt hij dan aan het hof van de farao. En op een goede dag lezen we dan in de Bijbel dat Mozes door Egypte loopt. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij dat een Egyptenaar een van de Israëlische slaven doodt. En dat laat hij dus niet gebeuren. En wat gebeurt er vervolgens? Wat is de reactie van Mozes? Hij slaat die Egyptenaar dood. Dat onrecht wat er gebeurde op dat moment door die Egyptenaar, die daar die Israëlische slaaf strafte, pijnigde, in elkaar sloeg. Dat onrecht dat triggerde Mozes zo erg dat hij vervolgens die Egyptenaar doodde. En of dat met voorbedachte raad is geweest of niet, dat weet ik niet. Dat staat er ook niet precies, dat geef ik verder niet. Maar het onrecht wat er gebeurde, daar sprong Mozes op in. En dat was onrecht aan iemand van zijn eigen volk. Hoe reageren we hier in Zutphen op onrecht? Wat we in onze omgeving zien gebeuren. En hoe reageren we op onrecht? Wat we zien gebeuren bij onze eigen broers en zussen, onze eigen gemeenteleden. Hier vanmorgen bij elkaar in de kerk. En zien we dat überhaupt? En hebben we daar überhaupt oog voor? Want het kerk zijn, dat gemeente zijn, dat met z'n allen volk van God zijn, volgelingen van Jezus zijn, dat zijn we met elkaar. En natuurlijk is een van de opdrachten in de Bijbel om recht te doen. En om het onrecht te bestrijden. Maar misschien ook wel in het bijzonder om te zien naar onze eigen broeders en zussen. Onze eigen broers en zussen. Hebben we oog voor elkaar? Jaap noemde het net al even aan het begin van deze dienst. Zoek elkaar eens op en zie naar elkaar om. Maar hebben wij oog voor het onrecht dat onze medechristenen
onze medegemeenteleden wordt aangedaan? En durven we daarvoor op te staan? En durven we daarin uit te stappen? En alsjeblieft niet op de manier zoals Mozes deed, die Egyptenaar doodde. Nee, dat is niet wat Jezus ons leerde. Maar wel het lef om voor elkaar op te komen. Om daarvan ook de consequenties te durven dragen. Om daarin uit te stappen. Want als gemeente, kijk, en dat is een beetje wat natuurlijk vaak gebeurt in een kerk als deze misschien ook. Althans, ik zie het in veel kerken gebeuren. Ik herken het zelf bij mezelf ook. Ik heb die periode ook gehad. Wat is de reden voor u, voor jou, om bij een kerk te willen horen? En als je daarin eens eerlijk naar jezelf kijkt, eens heel eerlijk in je eigen hart kijkt, wat is u, wat is jouw drive, jouw motivatie, uw motivatie om bij de kerk te willen horen? En dat vind ik er eigenlijk wel eentje om ook eens even te delen. En met mij mag je hem delen in alle anonimiteit. Dus als je mijn nummer hebt opgeslagen, misschien ook thuis, wil je eens laten weten, daar kan ik ook weer van leren, wat voor u, voor jou de reden is om je aan te sluiten bij een kerk. En is dat dan iets wat een soort naar binnen gericht is? What's in it for me? Wat kan ik ermee? Wat heb ik eraan? Want natuurlijk zal een van de redenen om bij een kerk aan te sluiten ook te zijn dat je daarin graag steun wil ervaren van medechristenen. En dat is prima. Maar ik denk dat het belangrijke de vraag is van, hé, maar wat voeg jij toe? Wat voegt u toe aan het samen gemeente zijn? Want onderdeel van een kerk zijn, onderdeel van het lichaam van Christus zijn, ook hier in Zutphen, dat is niet iets wat om jezelf draait. Maar dat is primair iets wat om je medechristenen, om je medegemeenteleden draait. Dus als ik u dan en u en jou vanmorgen de vraag stel van, hé, maar wat draagt u, wat draag jij nu bij aan het leven van je medechristenen, aan het leven van je broers en zussen hier in de kerk? Wat is het dan voor u en wat is het dan voor jou? Wat daaruit springt. Dus wat draagt u bij aan de opbouw van de kerk en de opbouw van de gemeente? Want weet je, kijk, de vraag van, hey, wat is Gods plan met mijn leven? Dat is een vraag die een heleboel christenen zich stellen. Ik heb het er al eerder met jullie over gehad ook. En soms heb je daar een antwoord op en soms laat het antwoord zich wat lastiger vinden. Maar de vraag is misschien meer van, hey, wat kun jij, wat kunt u nou doen om je leven in overeenstemming te brengen met Gods plan voor deze wereld? En de kerk is absoluut een belangrijk onderdeel van Gods plan voor deze wereld. Het licht zijn in deze wereld waartoe Jezus ons oproept. Het kleur geven aan deze wereld zoals dat in Matteüs staat. Dat is iets wat we met elkaar doen. En de kerk, het samen gemeente zijn, het samen christen zijn, dat niet alleen doen, maar met elkaar doen. Neemt daar een cruciale plek in. Wat is u, wat is jouw rol in die gemeente? Mozes die moet vervolgens vluchten. En die komt in de woestijn terecht. Je zou kunnen zeggen, hij ging een soort van vanuit het paradijs, het Egypte, waar het niet op kon, waar alles perfect was, waarin alles in overvloed was, moest Mozes vluchten en kwam in de woestijn. En ik weet natuurlijk niet op in welke fase u op dit moment in uw leven zit. En misschien is het voor u wel een soort van paradijs. Coronamaatregelen zijn losgelaten. Dus misschien ben je al 4 keer bij testen voor toegang geweest. Ja, en naar allerhande festivals geweest en zo. En leef je nu een beetje in het paradijs. Maar er zullen ook mensen zijn vanmorgen voor wie het leven op dit moment veel meer voelt als een woestijn. En het mooie is wel dat als we naar het verhaal van Mozes kijken, dat hij in die woestijn terechtkwam, het paradijs achter zich moest laten. En dan lezen we in de Bijbel dat God zich juist in de woestijn voor de eerste keer aan Mozes openbaarde. Dus Mozes ontmoette God voor het eerst in de woestijn. Juist daar waar hij het ontzettend moeilijk had. En juist daar, in die dorheid en in die wildernis, ontmoette God
Mozes, en ontmoette Mozes God. En dat is misschien voor ons ook wel zo. En ik weet niet of je dat herkent in je eigen leven ook, maar als alles goed gaat en alles gaat voor de wind en alles is fantastisch en we hebben het helemaal naar onze zin, dan zitten we misschien helemaal niet zo op God te wachten ook. Maar we mogen weten dat God ons ook juist wil ontmoeten in die woestijn. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat God ons niet wil ontmoeten wanneer het goed gaat. Begrijp me goed, absoluut niet. Maar dat is veel meer de kwestie van, hey, welke mate hebben wij er zelf dan op dat moment ook de behoefte aan? En dan zien we dat in Exodus 4, begint eigenlijk al in Exodus 3 moet ik zeggen, er staat, hij mag even naar de volgende sheet als dat geregeld kan worden vanaf daar, of misschien, hij is geregeld. Er staat Exodus 2 vers 23 of 25, er staat hun hulpgeroep, het hulpgeroep van het volk Israël, hè, want het volk Israël was natuurlijk achtergebleven in die ballingschap en die hadden daar nog steeds te maken met die slavernij waartoe ze gedwongen werden, een vreselijk leven. En dan staat er hun hulpgeroep steeg op naar God en God hoorde hun jammerkreten. Wanneer we roepen tot God, trekt God zich ons lot aan. Het volk jammerde. Daar in Egypte. Waar ze onderdrukt werden. Waar ze gedwongen werden om dingen te doen die ze helemaal niet wilden doen. Waar ze in ballingschap leefden. Het volk riep tot God. En God trok zich hun lot aan. En als we op zo'n moment in ons leven zijn gekomen, waarin we niet meer boven onze eigen omstandigheden kunnen uitkijken, waarin we ons misschien gevangen weten in het leven, in de dingen die ons overkomen, in de dingen die ons gebeuren, is de les dat we het mogen uitroepen tot God en dat God zich ons lot wil aantrekken. En dan ontmoet Mozes God. Bij die brandende braamstruik inderdaad. En dan Exodus 3 vers 7. Daar staat, de Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb een jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. En daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. En zegt God dan tegen Mozes, daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij gaat mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. En als we dan het hoofdstuk 3 verder lezen, dan lezen we in vers 11 dat Mozes zegt, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En vers 13, voor de tweede keer, zegt Mozes, stel dat ze niet luisteren. Wat moet ik dan zeggen? En hoofdstuk 4, het eerste vers. Weer maakte Mozes bezwaar, voor de derde keer. En dan zegt God tegen hem van, hey, gooi die staf op de grond, die staf van de slang. Hij pakt hem op. God zegt van, ik geef je die staf, steken. Maar hoofdstuk 4, vers 10, voor de vierde keer, zegt Mozes, neemt u mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goede spreker. Dat is altijd al zo geweest. En dan zegt God van, ik zal je de woorden geven. En dan nog steeds, hoofdstuk 13. Mozes hield vol, neemt u mij niet kwalijk, Heer. Stuur toch iemand anders, wie u maar wilt. Tot 5 keer toe had Mozes allerhande argumenten en allerhande redenen die waarschijnlijk voor hemzelf ontzettend legitiem waren. Waarvan hij overtuigd was van, hey, ik ben absoluut niet de juiste persoon om dit te gaan doen. En tot 5 keer toe maakt hij bezwaar. En tot 5 keer toe bemoedigt God hem. Geeft God hem een teken, zijn staf. En uiteindelijk zegt God de staat van, uiteindelijk werd God kwaad. En toen zegt hij van, oké, Aaron is al onderweg, neem hem dan maar mee. Mozes, die kregen verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid van God om het volk Israël uit Egypte weg te leiden. Hij was onderdeel, gewoon
integraal onderdeel van zijn eigen volk, van die Israëlieten. Net als dat wij integraal onderdeel zijn van de gemeente van Jezus, van de gemeente van God. Onderdeel van de gemeente in Zutphen. En we hebben allemaal onze eigen taak en allemaal onze eigen verantwoordelijkheid. En niet allemaal die leidersrol van Mozes die zijn volk moet wegleiden uit Egypte. Maar we hebben allemaal onze eigen positie. Onze eigen rol, onze eigen mogelijkheden, onze eigen taak. En soms zal daar een beroep op worden gedaan. En soms denk je van, ja, niet ik. Maar wat die rol, wat die taak voor u, voor jou ook is, neem hem alsjeblieft wel serieus. En als je nog niet weet wat die rol, wat die taak is, probeer hem te ontdekken. En natuurlijk kan het zijn dat je niet weet hoe je het moet doen of hoe je het moet aanpakken. En het hoeft dus niet allemaal heel erg groot te zijn. We hoeven niet allemaal de leider van een kerk te worden of de leider van een volk te worden. Maar we hebben wel allemaal onze eigen taak en onze eigen rol in de gemeente. En dat betekent soms dat we iets nodig hebben. Laat dat ook duidelijk zijn. We hebben momenten in ons leven dat we de steun van andere christenen, of misschien van de leiding van je kerk nodig. Dat we die nodig hebben. Maar andersom is ook absoluut het geval. Er zijn ook momenten dat andere gemeenteleden, of dat misschien zelfs de leiding van je kerk, jou of uw steun nodig heeft. En ben je er dan? Zoals ik net al zei, heb je daar oog voor? En sta je ervoor open? En pak je die verantwoordelijkheid die je hebt? En we zien dat Mozes uiteindelijk met Aaron onderweg gaat en naar Farao gaat. Nou, en de meeste van jullie kennen het verhaal misschien, maar het wordt natuurlijk een hele toestand. Het is niet zomaar 1, 2, 3 dat Farao dat volk laat gaan. En er zijn 10 plagen voor nodig. En heel wat keren lezen we in de Bijbel dat Mozes en Aaron voor die Farao moeten verschijnen. Maar ze houden vol. En ze gaan door. En uiteindelijk zien we dan dat Farao dat volk laat gaan. En Mozes en Aaron leiden dat volk dan uit Egypte. Dan komen ze bij de zee. En Mozes die slaat met zijn staf op het water en dan komt een pad door de zee. En het volk Israël gaat er droog door. En de farao met zijn hele leger, ja, die verdrinken dan in die zee. En als we dan kijken naar de volgende tekst, dan zien we dat dat volk is dan uiteindelijk, deze hebben we gehad, er mag nog eentje verder. Dat volk is dan uiteindelijk aangekomen in de woestijn. Ze zijn uit Egypte geleid en ze komen in de woestijn. En dan maken ze natuurlijk wat omzwervingen. En dan lezen we hier in dit gedeelte, Exodus 16, vers 2, daar in de woestijn begon het volk opnieuw zich te beklagen. Stel je voor, je zou zeggen, ze hebben hun zin. Ze zijn bevrijd van de last van de Egyptenaren. Ze hoeven die dagelijkse dwangarbeid niet meer te doen. Ze staan niet meer continu onder controle. Maar ze zijn vrij. En ze komen in de woestijn. En daar beginnen ze zich opnieuw te beklagen. En zeggen ze dan tegen Mozes van, ja, waarom heb je ons in de vrede uit Egypte weggeleid? Want in Egypte hadden we tenminste nog te eten. En in Egypte hadden we tenminste nog te drinken. Maar hier zitten we nu, in die woestijn. En weet je, soms weet je pas wat je mist als het er niet meer is. En terwijl ze daar in die woestijn zijn, realiseert het dat volk Israël zich ineens van, hé, wacht even, maar daar in Egypte, we hadden eten, we hadden drinken, we konden leven. En ik denk niet dat ze uiteindelijk sterk terugverlangden naar dat leven in slavernij. Maar ze realiseerden zich daar in de woestijn ineens wel wat ze misten. En ik denk dat het in ons leven niet heel erg veel anders is. En soms realiseren we ons pas wat we hebben, wat we hadden,
zegeningen op het moment dat ze er niet meer zijn. Dat kan voor mensen gelden. Dat kan voor een kerk gelden. Dat kan voor kerkdiensten gelden. Van het ene op het andere moment waren vorig jaar kerkdiensten verdwenen. En ik weet niet of iemand van u in die tijd wel eens de kerkdiensten gemist heeft. Iemand was een kerkdienst gemist vorig jaar. Dat is jammer. En waarschijnlijk in de periode voor corona dacht je daar helemaal niet over na. Want ja, het ging zoals het altijd ging. En ineens was het anders. En realiseerden we ons dat we die kerkdiensten misten. Maar misschien geldt het ook wel voor je leven van elke dag. En misschien denk je wel eens op maandagochtend of op dinsdagochtend, als je weer naar je werk moet, van bleh, of naar school. Geen zin in. Maar wat als je dat werk niet meer zou hebben? Of wat als je niet meer naar school zou kunnen? Maar ook en veel meer misschien nog wel, hoe is dat met mensen in je omgeving? En misschien als je jongere bent, heb je soms misschien wel een bloedhekel aan je ouders. Om welke reden dan ook. Maar wat als je je ouders niet meer zou hebben en je zou ze moeten missen? En misschien is dat in een andere relatie het geval. Misschien je partner soms wel. Dat je denkt van, oké, om welke reden dan ook. Maar wat als, als hij of zij er niet meer zou zijn? En met de kerk is het misschien net zo. Soms denk je misschien wel van de kerk van, helemaal niet leuk. Wat een nare mensen. En soms neem je misschien je leiders wat dingen kwalijk. En omgekeerd misschien ook wel, nemen de leiders soms hun gemeenteleden wat dingen kwalijk. Maar wat als je elkaar niet meer zou hebben? En wat als je nooit meer naar de kerk zou kunnen gaan? En nooit meer elkaar zou kunnen ontmoeten? En het is goed om af en toe eens even stil te staan, even pas op de plaats te maken en je te realiseren van, wat heb ik eigenlijk allemaal? Als ik jullie vanmorgen nu vraag van, als je daarover nadenkt en je denkt dan van, als er één ding is of één iemand is waarvan ik het verschrikkelijk zou vinden om dat te moeten missen, als ik daar inderdaad over na ga denken, afschuwelijke gedachte, wat of wie komt er op dit moment dan in je naar boven? Ik zou je willen uitdagen om daar vandaag op de een of andere manier eens wat extra aandacht aan te besteden. En Mozes die leidt dat volk door de woestijn. En als je Exodus leest en de boeken die erop volgen, dan gebeurt er van alles. Maar ze zijn met elkaar onderweg naar het land wat God hen had beloofd. En dat ging niet van een leien dakje. En Mozes heeft het beloofde land zelf, hij heeft er zelf nooit in gewoond. Hij heeft het wel gezien, maar hij heeft er nooit gewoond. En voor ons is eigenlijk een beetje dat verhaal van Mozes, dat is wel vergelijkbaar met ons eigen leven. Want ook wij zijn onderweg als christenen naar dat beloofde land. Naar dat land wat God ons heeft beloofd. Dat lezen we in Openbaring. Mag de volgende sheet. Ik vergeet er eentje inderdaad. Mozes luisterde naar zijn schoonvader. Lezen we in Exodus 18, vers 24. Daar lezen we dat de schoonvader van Mozes, hij was priester, is waarschijnlijk altijd de God van Abraham trouw gebleven. En die adviseert Mozes op zeker moment over het aanstellen van cruciale personen, van oudsten in het volk. Waarom doe je alles zelf, Mozes? En stel mensen aan die een deel van deze taken van je kunnen overnemen. En Mozes luisterde naar zijn schoonvader, staat er dan. En die vraag, naar wie luisteren we, die is cruciaal. En in dit geval luisterde Mozes naar zijn schoonvader. Maar hebben wij ook mensen in onze omgeving naar wie we durven en willen luisteren? Of denken wij dat we het zelf wel weten? Maken we onze eigen plannen?
Ik was vorige week ergens en toen stelde iemand de vraag van... Hey, maar over Gods plan met je leven gesproken. Stel je nou voor dat je je leven leeft zoals jij denkt dat het goed is en je bidt ervoor. En je leeft vanuit de Bijbel. En je denkt dat je bezig bent met Gods plan uit te voeren in je leven. Maar hoe weet je dan dat je op de goede weg zit? Ja, dat kun je zelf bedenken, met de hand op de Bijbel zelfs. Maar het is onmisbaar om mensen in je omgeving te hebben die je af en toe van advies kunnen dienen. En die af en toe ook een lef hebben om tegen je te zeggen van... joh, ik zie je dit nu doen, maar is dit nu wel zo slim om te doen? En misschien moet je het eens zo aanpakken. Dus heb je mensen in je omgeving naar wie je luistert, naar wie je durft te luisteren, maar ook het omgekeerde, durf je ook in een gemeente als deze elkaar soms van adviezen te voorzien? En is die openheid er? En sta je daar zelf voor open? Maar hij is wel van cruciaal belang. Naar wie luister je? En is dat iemand waarvan je weet dat hij God dient, zoals de schoonvader van Mozes dat deed, die priester was en zijn God trouw was gebleven? Of luister je naar hele andere mensen? Hij mag naar de volgende sheet, de volgende tekst. Want zoals ik al zei, het volk was onderweg naar het beloofde land. En wij zijn onderweg naar een toekomst die God ons beloofd heeft. En ook ons leven zal soms misschien meer lijken op een paradijs, fantastisch. En soms gaan we door een woestijn en is het dor en helemaal niet zo leuk. Maar dit is waar we naartoe onderweg zijn. En in Openbaring 21 staat een stukje beschreven van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Van die toekomst waar wij naartoe onderweg zijn, van het beloofde land. En dan staat, hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. En we gaan naar de volgende. En hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. En ik hoorde zeggen, schrijf het op. Want wat hier wordt gezegd, is betrouwbaar en waar. En dit gaat over ons. En dit is het beloofde land waar wij christenen naartoe onderweg zijn. En weet je, we zijn gered door ons geloof in Jezus, zegt de Bijbel. Die is daar duidelijk over. En wanneer we in ons hart geloven dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt. Met onze mond beleiden dat Jezus de Heer is, staat er in de Bijbel. Zijn we gered. En betekent dat dat onze toekomst in het beloofde land bij God vast ligt. En er zal geen pijn meer zijn. Er zal geen verdriet meer zijn. Er zal geen jammerklacht meer zijn. En God zelf zal alle tranen van onze ogen afwissen. En maakt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde voor ons. En dat is de toekomst waar naartoe wij onderweg zijn. En of we nu onszelf vinden in het paradijs, als we dat hier op aarde al vinden. Of dat we onszelf vinden in de woestijn. Dat doet er even niet toe. Ja, voor onszelf natuurlijk wel, maar even niet voor waar we naartoe onderweg zijn. Want dit is de toekomst die voor ons is weggelegd. En dit is het beloofde land waar naartoe wij met elkaar als volk van God naartoe onderweg zijn. En we zijn samen onderweg. Net als dat volk Israël als volk onderweg was, zijn wij als christenen samen onderweg naar deze toekomst. En dat betekent dat we soms te maken hebben, ook als kerk, ook als gemeente, met hoogtepunten, maar misschien veel vaker met dieptepunten. Maar het is zo ontzettend belangrijk dat we elkaar daarin weten vast te houden. En dat we dat leven als christenen, dat we dat samen doen. Oog hebben voor elkaar. Oog hebben voor het onrecht, absoluut voor het onrecht in de wereld. Dat is ook cruciaal, zeker weten. Maar ook voor het onrecht wat ons als christenen kan worden aangedaan. Om voor elkaar in de bres te durven springen. Om voor elkaar op te durven staan. Om het voor elkaar op te durven nemen ook. Als onze leiders iets gebeurt. Als onze gemeenteleden iets gebeurt. Maar het is wel een wisselwerking. En het moet van twee kanten komen. En die verantwoordelijkheid, die ligt bij onszelf. En durven we die verantwoordelijkheid te pakken.
Ik hou ervan om dingen wel een beetje te concretiseren ook. Want ook hiervan zou je kunnen zeggen van oké, nou ja, goed, mooi verhaal om die parallellen te trekken uit het leven van Mozes met ons leven als gemeente. En misschien zeg je wel van, nou ja, wat een stupide verhaal, ik heb hier niks aan, dat kan. Maar je houdt ervan om het concreet te maken. En natuurlijk staan er ontzettend veel aanwijzingen in de Bijbel over hoe we dat leven als christen, hoe we dat leven als gemeente dan kunnen leven. En ik wil afsluiten met een tekst, daar mag hij naartoe, uit Colossenzen 3 vers 12. Want God heeft ons uitgekozen en God zegt tegen ons van, hey, jullie zijn mijn heiligen, mijn uitverkorenen. God voor het volk Israël, de God voor ons. En daarom, omdat hij ons lief heeft, zijn wij geroepen om ons te kleden in innig medeleven. In goedheid, in bescheidenheid, in zachtmoedigheid en in geduld. En dit is ook cruciaal voor onze houding, sowieso in het leven van elke dag, maar zeker ook voor het leven hier in de gemeente, van de evangeliegemeente Zutphen. En is onze houding naar elkaar de eentje waarin we elkaar lief hebben? En waarin we ons kleden in innig medeleven. En in goedheid. En in bescheidenheid. En zachtmoedigheid. En geduld. En is dit de houding die wij ten opzichte van elkaar hebben? En terwijl ik vraag of de band vast weer een plaats in wil nemen, wil ik jullie als gemeente hier vanmorgen in de kerk, maar ook de mensen die thuis meekijken, eens uitdagen. En dan als je dit gedeelte bekijkt en in de context plaats van het verhaal wat we zojuist met elkaar gedeeld hebben, dat we met elkaar onderweg zijn naar die toekomst die voor ons is weggelegd. En vanuit misschien ook wel dat punt van dankbaarheid voor datgene wat je hebt gekregen, dat erin meeneemt. Maar als je dan dit leest, elkaar lief hebben, dan heb ik het zeker over ons hier vanmorgen als gemeente. En dan wil ik je vragen, als je één van deze punten eruit zou moeten halen, als het gaat over medeleven, als het gaat over goedheid, als het gaat over bescheidenheid, of over zachtmoedigheid, of over geduld. Wat is het dan voor u, voor jou, hier in de kerk of thuis, waarvan jij zegt van oké, maar dit is een punt waarin ik in mijn leven hier in het gemeente zijn in Zutphen iets mee kan. En kun jij een stap nemen in het innig medeleven met elkaar? In het blij zijn met wie blij is en het verdriet hebben met wie verdriet heeft? Het oog hebben voor elkaar, het echt oprecht meeleven met je medechristenen? Of zit het voor jou meer in die goedheid, in het goede doen? En dat kun je gewoon heel concreet in de praktijk brengen, het goede doen. Dat is niet iets hoogverhevens, maar dat zit hem ook in kleine dingen. Of is het voor jou misschien meer dat je zegt van, hey, nou voor mij is die bescheidenheid misschien wel een dingetje. En is dat wel iets waarin ik in mijn leven iets mee zou kunnen? Of misschien die zachtmoedigheid. Of die oefening van geduld. En ik wil je vragen om hier eens één of twee dingen voor jezelf uit te halen waarvan jij zegt van, hey, en deze is voor mij. En hierin kan ik in het leven als gemeente hier in Zutphen een stap nemen. En ik wil je ook vragen om die vanochtend, na afloop van de dienst, eens met elkaar te delen. En ik wil je ook uitdagen om vanmorgen als gemeente gewoon eens even een berichtje te sturen naar iemand met wie je misschien normaal gesproken niet zoveel contact hebt, of die je misschien helemaal niet zo goed kent. Maar waarvan je wel het idee hebt van, hey, misschien kan die wel een bemoediging gebruiken. En misschien schiet je op dit moment een naam in gedachten. Dan wil ik jullie vanmorgen uitdagen om het te doen. En ik wil je ook uitdagen om vanmorgen eens een berichtje te sturen, een bemoediging te sturen naar een van jullie kerkleiders. Want als je kijkt naar Mozes, ja, die had het niet altijd makkelijk in dat leven waarin hij leiding moest geven aan die uittocht uit Egypte. En ook niet toen ze één keer in de woestijn waren terechtgekomen. En dat is soms zwaar. En een leiding geven aan een gemeente als deze, ik weet niet hoe jullie gemeente er precies uitziet en wat er speelt en wat er aan de hand is. Ik heb hier ook niet vooraf over gesproken met jullie leiders voor de goede orde. Absoluut niet. Maar wat ik wel weet, is dat een taak is die soms loodt
en loodzwaar kan zijn. Om welke reden dan ook. Dus ik wil je ook uitdagen om vanmorgen eens een bemoediging te sturen aan een van jullie leiders. Waarvan je denkt van, hé, die kan ik vandaag bemoedigen. En laten we vooral dat leven als christenen, dat leven als gemeente van Jezus met